Kerst is voorbij. Het nieuwe jaar is begonnen. Fijn, een nieuw jaar, een nieuw begin. Maar nadat de kerstboom is opgeruimd, de gezellige etentjes zijn afgelopen en het vuurwerk is afgestoken, is er voor veel mensen een andere realiteit. De maand januari. Weken waarin het moeilijk kan zijn om eten op tafel te krijgen of rekeningen te betalen. Als Connectkerk vinden we het belangrijk dat we niet alleen naar boven en buiten verbonden zijn, maar ook naar binnen. Ook onder ons zijn er mensen die moeite hebben om de maand door te komen. En met name januari kan een moeilijke maand zijn, omdat je je laatste geld hebt uitgegeven in de dure decembermaand. Als kerk willen we hier niet aan voorbij gaan. Help jij mee? Wat gaan we doen? We gaan pakketten maken om uit te delen. Daarvoor hebben we levensmiddelen en geld nodig. Op de lijstje staan producten die je kunt kopen en inleveren. Van het geld kopen we de ontbrekende producten om zo mooie pakketten te kunnen maken. We willen graag minimaal 10 pakketten kunnen samenstellen. Dus, ben jij of ken jij iemand die zo'n pakket goed kan gebruiken? Laat het ons weten. Wil je helpen? Neem dan producten van het lijstje mee en lever ze in. Zondag 20 januari voor de dienst. Liever een gift geven? Dat is ook heel fijn. Zo doen we het samen voor elkaar.